900 jaar geleden, in 1106, krijgt de graaf van Leuven de titel van hertog. Hij wordt hertog over een gebied dat later als Brabant bekend zal komen te staan. In deze serie hebben we dat Brabant zien uitgroeien tot een machtig gewest. Rijke abdijen, indrukwekkende kerken, voorname steden, volop handel, florerende landbouw en een overdaad aan kunst en cultuur. Brabant beleeft jarenlang gouden tijden. Maar we hebben ook gezien dat uiteindelijk de klad erin gekomen is. Hoe Brabant door 80 jaar strijd in twee stukken is gehakt. Maar hoe is het verhaal van Brabant verder gegaan? Bestaat Brabant eigenlijk nog wel? Noord-Brabant maakt 1/3 deel uit van het totale gebied dat Brabant heet. Het grootste deel van Brabant ligt in België, gescheiden door een grens. Maar die scheiding is er niet altijd geweest. Tot het einde van de 80-jarige oorlog in 1648 is Brabant één groot hertogdom. In 1648 sterft het oude hertogdom Brabant. De Vrede van Münster maakt een einde aan de 80-jarige oorlog tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje. En Brabant, dat wordt verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noorden komt onder het beheer van de Jonge Republiek. 150 jaar lang zal het door de Staten-Generaal in Den Haag bestuurd worden. En de regio krijgt ook een nieuwe naam, Staats-Brabant. Maar om nu te zeggen dat het echt meetelt? Staats-Brabant moet vooral gaan dienen als militaire buffer voor nieuwe dreigingen vanuit het zuiden. En tenslotte wordt Staats-Brabant protestant. Alle kerken en kloosters moeten hun deuren sluiten. En alle bezittingen vervallen aan de staat. Het katholieke geloof mag officieel niet meer worden beleden. Het zuidelijk deel van Brabant blijft in handen van de koning van Spanje en zijn opvolgers, de Oostenrijkse keizers. Deze Habsburgse vorsten koesteren de titel Hertog van Brabant. Zuid-Brabant wordt helemaal katholiek, want alle protestanten zijn in de 80-jarige oorlog naar het noorden verhuisd. Of ze zijn weer katholiek geworden. De steden Leuven, Antwerpen en hier Brussel zijn tot dan toe het centrum van de wereld voor Brabant. Maar dat gaat nu veranderen, want het noorden van het hertogdom raakt afgesneden van het zuiden. En ze moeten nieuwe welvaart vinden en richten zich dan noodgedwongen op Holland. Want daar wordt geld verdiend. De handel, de cultuur, de welvaart. Het verschuift allemaal van Brabant naar Holland. Want daar is de overzeese handel van de VOC te vinden, die van Amsterdam een wereldstad maakt. En wat te denken van kunstenaars als Rembrandt en Vermeer. Holland maakt zich op voor zijn gouden eeuw. En dan zijn daar de Fransen. In 1789 hebben ze Frankrijk omgevormd tot een moderne republiek. De aristocratie en de adel is verbannen. Voortaan is de burger aan de macht. En die heeft idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En die idealen die willen de Fransen maar al te graag exporteren. De Fransen verdelen Brabant nu nog verder. Er komen nieuwe geografische indelingen, genoemd naar de rivieren. Het departement van de Twee Neten omsluit de huidige provincie Antwerpen en het westelijke deel van wat nu Noord-Brabant is. En het oostelijk deel daarvan gaat samen met Noord-Limburg deel uitmaken van het departement Monden van de Rijn, met 's-Hertogenbosch als hoofdstad. Vive! 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 En de rest van het oude hertogdom Brabant, de streek rond Brussel en Leuven, dat wordt het departement van de Deilen. Niets, echt niets blijft bij het oude. Het is het jaar 1815. De Franse keizer Napoleon heeft Europa in zijn macht gehad, maar zijn macht brokkelt langzaam af. Hij heeft al een paar veldslagen verloren. En bij Waterloo staat nu een groot coalitieleger op hem te wachten. Engelsen, Pruisen, Schotten en Nederlanders, onder leiding van Wellington. En dan breekt die 18e juni aan, de dag van de veldslag. Maar er gaat van alles mis. Ja, alles liep mis voor de Fransen. Mm-hmm. Dus het weer. De dag voor de slag zelf
had men heel wat regen tot diep in de nacht. Veel modder natuurlijk, dat ziet u, dat is hier lenig. Ja, het is heel lenig. En dat is nog zo vandaag. En ze zijn ook te laat begonnen. De soldaten konden niet bivakeren, er zat er geen plaats, er zat er geen boerderij, er zat er geen schuilplaats. Dus het was allemaal open field. Ze moesten altijd dus bergop, bergaf gaan. Het is hier heuvelachtig, ja. Dat ziet u ook. Ja. Het was niet gemakkelijk, nog voor de soldaten, nog voor de paarden. Ook heel wat foutjes vanwege de Fransen. En dat heeft zo een 8 à 9 uur geduurd, meer niet. Dat was maar een dag. Frankrijk mag nooit meer over Europa heen walsen. En om daarvoor te zorgen komt er een sterke staat aan de noordgrens. De voormalige zuidelijke en noordelijke Nederlanden worden weer één. Poeh, dit is echt zwaar. En zo wordt in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden geboren. Met koning Willem I van Oranje als eerste koning. En hij laat hier een heuvel opwerpen met daarbovenop de Nederlandse leeuw. Ter herinnering aan het feit dat zijn zoon, kroonprins Willem, hier in Waterloo gewond is geraakt. Maar die leeuw is ook een teken van dat dit gebied ten zuiden van Brussel voortaan Nederland is. En behoort bij het Koninkrijk der Nederlanden. En daarmee zijn de Nederlanden opnieuw één. Maar betekent dat ook nieuwe kansen voor het oude hertogdom Brabant, hè, om het weer te verenigen? Niet dus. Want het Koninkrijk der Nederlanden krijgt nieuwe provincies. Noord-Brabant in het noorden, in het Nederlandse deel. En de rest van Brabant wordt verdeeld over Zuid-Brabant en de provincies Antwerpen. Brabant is dus nooit meer één. Het kost koning Willem I veel moeite om die nieuwe Nederlanden bij elkaar te houden. Ze zijn immers 150 jaar gescheiden geweest. In het Belgische deel van Nederland krijgt de koning te maken met katholieken die vinden dat ze te weinig ruimte krijgen. Of met liberalen die vinden dat de koning te autoritair is. Met Franstaligen die vrezen dat ze hun invloed zullen verliezen omdat de koning het openbare leven wil vernederlandsen. En de Belgen tellen ook niet echt mee in de politiek en in het leger. Er is niet alleen politieke onrust, maar er is ook honger en werkloosheid. En dan op 25 augustus 1830 slaat de vlam in de pan, hier in Brussel. In de Muntschouwburg wordt dan een opera opgevoerd. De Stomme van Portici, van Aubert. Die gaat over Napolitaanse vrijheidsstrijders die strijden tegen hun Spaanse overheersers. Dat maakt indruk. Dat inspireert de mensen hier in Brussel. En het is die opera die de mensen in de zaal inspireert. Ze roeren zich zo enorm dat hun vuur overslaat op de mensen buiten. Het gepeupel dat honger heeft. Massaal trekken de mensen de straat op om te vechten tegen de Hollanders. In hun ogen de bezetters van België. Het is het begin van de Belgische opstand tegen het Koninkrijk der Nederlanden. Op 4 oktober 1830 claimen de Belgen hun onafhankelijkheid. En koning Willem I stuurt meteen een leger om die opstand de kop in te drukken. Onhandig optreden van koning Willem I leidt al snel tot een gewapend conflict. Maar hij misrekent zich in de straten van Brussel, die heel erg nauw zijn en die een soort van guerrilla-oorlog in de hand werken. Koning Willem I moet vluchten uit Brussel, evenals uit de rest van de zuidelijke Nederlanden. Tijdens de 10-daagse veldtocht probeert koning Willem I de opstandige Belgen te verslaan. Vanuit Noord-Brabant stuurt hij een grote troepenmacht naar België. Het leger valt in 1831 Antwerpen en andere steden binnen. Ver komen ze niet, want ze worden tegengehouden door Belgische troepen die hulp krijgen van een Frans hulpleger. En het Hollandse leger, dat moet zich daarna koest houden in Noord-Brabant. Pas in 1839 is de scheiding definitief. België gaat zelfstandig verder. En Nederland gaat ook alleen verder. Die kortstondige eenwording onder koning Willem I heeft maar weinig betekend. En al helemaal niet voor Brabant. De Belgische provincie Zuid-Brabant verliest zijn voorvoegsel, Zuid. En gaat verder als de provincie Brabant. Maar de Nederlanders die blijven vasthouden aan Noord-Brabant. En zo komt het dat wij vandaag de dag in het zuiden van Nederland leven.
maar dat we Noord-Brabants worden genoemd. België is dan wel zelfstandig, maar ze nemen wel iets van hun oude Brabantse verleden met zich mee. Zo worden de kleuren uit het oude wapen van Brabant gebruikt in de nationale vlag. Het rood van de hertogsmuts, het zwarte veld en de geel-gouden leeuw. En de eerste koning van België, Leopold II, krijgt ook de titel van Hertog van Brabant. En die titel zal tot aan de dag van vandaag worden doorgegeven. Ondierbaar België, o edel land der vaderen. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard de kracht en het bloed van onze aderen. La Brabançonne. O Belgique, o mère chérie. À ton cœur, à ton bras. À toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras. En is het dan toevallig dat het nationale volkslied van België de Brabançonne heet? Brabançonne is het Franse bijvoeglijke naamwoord voor Brabants. Dat beeld van Brabançonne is in 1930 hier in Brussel neergezet. Precies 100 jaar na het begin van de onafhankelijkheidsstrijd van België. De Brabançonne is tweetalig, Frans en Nederlands. Want in België woedt er lange tijd een strijd om de taal. Ruwweg spreekt de bovenlaag Frans en het volk Nederlands. Maar de Nederlandstalige Vlamingen weten uiteindelijk erkenning te krijgen voor hun taal. Vooral omdat ze in de meerderheid zijn. De Belgische provincie Brabant staat in het middelpunt van deze taalstrijd. Brabant is de enige provincie waar nog tweetaligheid is, als in 1962 de taalgrens wordt vastgesteld. Maar lang zal dat niet duren, want in 1995 wordt Brabant nog een keertje verdeeld in een Vlaamstalig Vlaams-Brabant en een Franstalig Waals-Brabant. En Brussel, dat is al eerder een aparte eenheid geworden. Heeft een gezamenlijk Brabant toekomst en hoe ziet die er dan uit? Dat is de vraag die nu nog steeds actueel is. Zo gaat het op deze Brabant 900-conferentie over de toekomst van Brabant als kennisregio. Mensen uit de politiek, de culturele wereld en het onderwijs zoeken naar nieuwe wegen om samen te werken. Over 100 jaar dan hebben we misschien wel het feest van Brabant 1000. Hoe moet Brabant er dan voor u in 3 steekwoorden uitzien? Dan zou Brabant nog steeds een hoge welvaart moeten hebben en eigenlijk zou die welvaart nog moeten toenemen. Mm-hmm. Brabant zou vooral een heel duurzaam Brabant moeten zijn, dus ecologisch ook toch heel goed in elkaar zitten. En Brabant zou, dat vind ik toch ook wel heel belangrijk, een hele coherente sociale structuur moeten hebben. Brabant is nog spannender, nog leuker en ik denk dat mensen er veel gelukkiger worden dan dat ze nu nog zijn. Veel diverser dan nu. Wij spreken allerlei talen, we hebben allerlei kleurtjes, maar we komen veel meer bij elkaar op bezoek. Een bijzonder nieuw Brabant. Noord-Brabant over 100 jaar is weer een hertogdom, gewis. Daarbij is nog eens extra raar, Jacques van de Ven er hertog is. Wat hebben we nog van die 900 jaar over? In ieder geval 5 prachtige regio's. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij af. Brabant is weer een lappendeken. Net als vele eeuwen geleden. Er is maar weinig eenheid en veel verschillen tussen de Belgische Brabanders en de Nederlandse Brabanders. We zijn voortaan meer elkaars buren dan dat we broeders van elkaar zijn. Maar we hebben wel een gezamenlijke geschiedenis. In deze serie hebben we laten zien dat Brabant ooit groter was dan velen denken. Dat Brabant ook veel ouder was. Om die gemeenschappelijke band met onze zuidenburen, met de Belgen, een beetje te voeden, zou dit bord ook eigenlijk aan de andere kant moeten hangen. Want we zijn al die tijd in Brabant geweest. Belgisch Brabant en het Nederlandse Brabant. Ah. Welkom in Brabant dus, ook in België.